Hoi mensen van YouTube. Ho, stop, wacht. Niet doorspoelen. Ik wil jullie even heel erg bedanken voor de 1000 abonnees. 1000 abonnees. Dat zijn gewoon 1000 mensen die naar mij kijken. En ik ben jullie zo dankbaar hiervoor. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken. Ik had zonder jullie echt nooit gekund. Daar wil ik jullie gewoon heel erg voor bedanken. Ik ga vandaag een video opnemen over mijn make-up stash. Vorig jaar had ik deze make-up stash ook gedaan en had ik zoveel haat hierop gekregen. Ik vond dat ik verwend was en dat ik veel had. Maar ik wil je gewoon even vertellen dat ik heel veel van make-up hou. Make-up is echt mijn passie. Ik vind het echt leuk om te doen. Ik wil later ook zeker wat met make-up gaan doen. En daarom krijg ik ook best veel voor Sinterklaas en voor mijn verjaardag van make-up. Omdat ik het gewoon zo leuk vond. En ik spaar ook gewoon voor alle dingen die ik heb. Dat wil ik je gewoon even laten weten. Dus laten we gewoon lekker snel beginnen met de video. Want dit is de plek waar mijn make-up staat. Jullie weten waarschijnlijk als jullie mijn roomtour hebben gezien. Weten jullie waar dit is? dit is mijn bureau. Voor mijn make-up. Het is eigenlijk geen bureau. Maar er zijn twee kastjes van de IKEA. En met een tafelblad erop. En dat maakt dan een bureau. Nou, ik wil jullie even dit handmatig laten zien. Omdat... ja, dat wil ik je gewoon even laten doen. Ik heb hier appelsieder zijn. Daar moet je even niet veel aandacht aan besteden. In deze lades zit de make-up. Tot en met zeg maar, deze vier. En dan heb ik hier mijn Xylica van Casberg make-up boek. Daar ben ik heel blij mee. Het gaat regenen, dat is niet erg fijn. Maar in ieder geval, laten we gewoon even beginnen met mijn kwasten. En dat is wat hiernaast staat. Dit hier staat primer water naast. Die is gewoon van de Primark. ik heb deze drie bakken van de IKEA en daar zitten mijn kwasten in. Hier zitten mijn oogkwasten in. Ze zijn vooral van AliExpress. Eigenlijk bijna alleen maar. Maar ik heb ook nog van de Hema. En deze zijn volgens mij van Eiko Tools. Ja. Dan heb ik hier een bak met eigenlijk al mijn everyday. Nou, niet everyday kwasten. Maar gewoon kwasten die ik veel gebruik. Die zijn ook bijna alleen maar van AliExpress. Maar ik heb hier ook nog wel van Real Techniques. En... oh, dat was het eigenlijk wel. En dan heb ik hier nog een bak. En hier zitten kwasten die ik eigenlijk wel gebruik. Maar niet al te vaak, zeg maar. Dan heb ik hiervoor een bakje met 9 lipsticks. Ik heb hiervoor 3 MAC lipsticks. Dit zijn allemaal Essence lipsticks. Dit was een limited edition van Catrice. En dit is een lippenbos. Dus ja, dat is eigenlijk dit deel. En dan gaan we over naar mijn everyday gedeelte. Dat wil ik jullie wel even laten zien op het stand. Ik heb dus een bakje van Xenos. Daar zitten mijn everyday spulletjes in. Tenminste wel veel dingen die ik gebruik. En hiernaast staat nog een oogschaduwpalet. Omdat die niet meer in mijn laad past. Deze is er van AliExpress. Ziet er zo uit. Het is wel mooi. Ik vind hem wel mooi. Maar ja, die heb ik gewoon hier staan. Die gebruik ik ook heel vaak. Ik weet niet meer precies hoe duur het bakje was. Maar hij is dus in ieder geval van de Xenos. Laten we beginnen met dit vakje. Hier zit mijn beauty blender in. Deze is van de Primark. En een mini van de Professional van Benefit. Hiervoor heb ik een MAC blush staan. Even in de kleur Desert Rose. Hier heb ik ook helemaal zelf voor gespaard. Ik was ook heel blij toen ik die kreeg. Hier de B7 Chunky Cheeks. Dat is een cream blush. Hier heb ik de Anastasia Beverly Hills Dip Wrap Moment. Die heb ik van mijn vriendin gekregen voor mijn verjaardag. En daar ben ik super blij mee. Mijn Bonnie trouwens. Jullie kennen Bonnie wel, denk ik. En dit is een MAC. Ook staat er, volgens mij was dit mijn eerste MAC product. Dit is een MAC oogschaduw in de kleur Orb.
Gaan we hierheen. Ik heb hier twee concealers. Waarvan er één eigenlijk op is. Eigenlijk moet die weggooien. Maar dit zijn dus twee dezelfde concealers. De Maybelline Anti-Age Rewind Concealer. Van Maybelline. Dat zei ik al. Nou, oké. Hier heb ik de Anastasia. Nou, hij stelt mij niet scherp. Dat is niet erg leuk. Maar in ieder geval, dit is de Anastasia Beverly Hills Brow Definer. En een oogpotlood van Essence in een kleur wit. Met Bonnie trouwens. Jullie kennen Bonnie wel, denk ik. En dit is een MAC oogschaduw. Volgens mij was dit mijn eerste MAC product. Dit is een MAC oogschaduw en de kleur Orb. Gaan we hierheen. Ik heb hier twee concealers. Waarvan er één eigenlijk op is. Eigenlijk moet die weggooien. Maar dit zijn dus twee dezelfde concealers. De Maybelline Anti-Age Rewind Concealer. Van Maybelline. Dat zei ik al. Maar oké. Hier heb ik de Anastasia. Nou, hij stelt mij niet scherp. Dat is niet erg leuk. Maar in ieder geval, dit is de Anastasia Beverly Hills Brow Definer. En een oogpotlood van Essence in een kleur wit. Ja, het heeft wel een andere kleur, maar white. Oh, het is gewoon white. Dan heb ik een... Dan moet je even in de kijker. Het is echt heel ranzig. Toppunt van ranzigheid. Maar dit is een brow gel van Essence. En daarnaast heb ik mijn favoriete mascara staan van Maybelline. Dat is de Great Lash Mascara. Dan gaan we over naar dit vakje. Ik heb hier mijn Catrice poeder staan. De New Illusion losse poeder. Het is in ieder geval een los poeder. En deze kreeg ik voor mijn verjaardag. Het is een poeder van Chanel. Hij is echt super mooi. Ja, het is gewoon echt een prachtig poeder. Ja, het is gewoon mooi. En de Benefit Hoola Bronzer. Ja, zo ziet hij eruit. Sorry als jullie regen horen, maar ik wil deze video echt zo snel mogelijk op. Volgens mij is het hagel. Wow, het hagelt gewoon. Het hagelt echt. Wow, het is hagel. Oh my god. Dus ja, dat zit er eigenlijk in mijn everyday dingetje. Sorry, ik vind het zo irritant dat die hagel er is. Oh nee. Gaan we gewoon even over naar het eerste laadje. En daar zitten gezichtsproducten in. Tenminste, ja, niet al mijn gezichtsproducten. Maar wel veel. Ik heb hier het klepje van de loskoeder die ik had. Dit is een beauty blender. Deze van W7. Hij is nog heel groot omdat hij van... Ik heb hem net nat gemaakt. En er nog een van de Primark. Ik zet een pakketje. Oh, gelukkig de hagel stopt een beetje. Dit is de Catrice All Around Concealer Palette. Ja, nu gaat het weer hard regenen hoor. Maar dat heeft dus cream concealers. 3 gewone kleuren en 2 correctiekleuren. Dan heb ik hier een poeder van de DM. Die had ik ook gekregen voor mijn verjaardag van een vriendin van mij. Ja, er zat een heel mooi patroontje op, maar dat kan je nu niet meer zien. En een Clinique foundation. Oh, sorry. En een Clinique foundation. Dan heb ik hier nog meer foundations liggen. Ik heb er een van Rimmel. Oh, dit is een concealer van Essence. Een BB cream van Maybelline. Een Elf Tint Moisturizer. En nog een foundation van Miss Patty. Ja, deze vind ik echt niet fijn. En... Oh, hier achter ligt nog een hoesje van Chanel poeder. Maar, oh, heel veel van jullie vroegen ook naar deze indelers. Deze indelers zijn van... nou, trouwens, ik denk dat het net nieuw is, maar oké. Okay. Deze indelers zijn van de IKEA ook. En die passen echt perfect hierin. Dus ja. Oh, en hier heb ik nog een primer liggen. Nou ja, de Nivea Men Sensitive Aftershave Balsam. Hij is echt nog steeds... Ik heb echt al heel lang... En een handcreme.
Dus dat was eigenlijk het eerste laadje. Gaan we over naar het tweede laadje. Ik zal even meer inzoomen. Ja, deze zitten in twee bakken van de Action. Ik heb het zo goed mogelijk proberen in te delen. Maar het is best moeilijk. Oké, laten we beginnen met deze bak. Hier zitten vooral, ja, volgens mij zijn het alleen highlighters. En nog wat paletjes met ook nog andere dingetjes erin. Er zit ook nog een stick blush in van de Hema. Deze. Ik heb hier, zo hoor ik mijn stem, een hartjes blush van I Heart Makeup in Golden Goddess. Ja. Deze. En een highlighter van de Action. Vind ik heel fijn. Dan mijn favoriete highlighter is van Stila. Echt, ik vind het zo'n mooie highlighter. Stila Heavens. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Hue. Highlighter. Ja. En die ziet er zo uit. Echt perfect. Oh, en het is in de kleur Transcendence in ieder geval. En het is ook een soort van putty highlight, dus je kan hem gewoon indrukken. Echt zo raar, maar zo cool. En de kleur is zo mooi. Het is een soort van paarsige gloed. Echt prachtig. Dan heb ik een highlighter kit of zo. Highlight kit van Makeup Academy. Het heeft dus gewoon een poeder en een strobe cream. Dit is van AliExpress, de Mary Luminizer van de Balm. Mijn favoriete, ja, ook mijn favoriete highlighter is van MAC, de Soft & Gentle. Ik was even de naam vergeten. En Essence Strobing Highlighter. Die vind ik eigenlijk helemaal niet fijn, want ja, gewoon niet fijn. Dan is dit een poeder die ik echt in de sale kocht, in de actiebak vond van Catrice. Deze is ook niet meer verkrijgbaar, maar het is een body powder. En dat wist ik dus niet. Ik dacht dat het gewoon een gezichtspoeder was. Maar het heeft dus een geur. Het ruikt eigenlijk echt naar marshmallows. En het heeft een soort van shimmer erin. Het is een poeder met een soort van highlight of zo erin. Dan heb ik hier de Essence Bronze & Blush Sun Kissed Palette. Vind ik heel mooi. En de Makeup Academy Light & Glow Palette met een blush en een highlighter. En mijn favoriete paletje is van W7. De Hollywood Bronze & Glow met een bronzer en een highlighter. Ik vind die bronzer echt heel fijn. Heel veel mensen vinden hem niet fijn, maar ik vind hem echt fijn. Dan heb ik hier alles door elkaar. Volgens mij alleen bronzers en blushes volgens mij. Dat was volgens mij. Ik heb hier Bronze Parels. Die vind ik echt heel fijn van Rails. Die kreeg ik ook voor mijn verjaardag. Zien er zo uit. Prachtig. En mijn favoriete contour powder is van Ethos. Gewoon de Ethos contour powder. Sorry, zelfs is niet scherp. Vind ik niet leuk. Dan heb ik hier een blush van Catrice. En dit is een blush van Elf. Blush van Benefit. Dit is een Sleek Rose Gold. Ik moest u even laten zien, want ja, hij is gewoon zo mooi. Vind ik ook echt heel mooi. Een blush van Hema. Twee blush van de Action. En dit is een blush van Catrice nog. Dan heb ik... Auw, dat is echt pijn. Dan heb ik hier nog een blush van L'Oreal. Dit is een blush van Essence. En nog een blush van Essence. Blush van Essence zijn wel echt goed. Dan heb ik hier nog een bronzer van Eye Makeup. Ik heb dus zeg maar zo'n highlighter en zo'n bronzer. Dit is in de kleur Love Hot Summer. Dit heeft echt een vet mooi patroon. Oh, echt prachtig. En dan heb ik hier nog een paletje van Makeup Revolution. Volgens mij heb ik die ook echt al heel lang. En een paletje van Essence. Volgens mij was deze ook nog in mijn make-up stash van 2016. Weet ik niet zeker, maar... En dit is de Elf Golden Bronzer.
Dus ja, dat was eigenlijk deze laag. Ik heb hier allemaal lippenbalsems liggen. Van Babylips. Hier liggen er nog meer van Babylips. Ik heb hier achter nog een van de Action. Deze van Labello. Die vind ik echt heel fijn, Labello. En 3 lipsmackers. Ja. Yeah. Ik heb heel erg opgeruimd eigenlijk. Ik had er echt heel veel. Dan heb ik hier mijn overige lipsticks liggen. Ik heb niet zo heel veel lipsticks. Maar dat komt omdat ik... Dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb hier deze Hema Soft met lipbalsems. En die zijn zo fijn. Echt, echt zo fijn. Hij staat gewoon niet scherp. Maar ja, die. Dan heb ik nog een liquid lipstick van Maybelline. Hij heeft gelukkig Hema. Ik heb Essence. Dit is echt geen idee wat voor merk dit is. Deze is nog van Chanel. Die krijg ik ook voor mijn verjaardag. Ja. Vind ik echt zo'n... Hoe heet die? Rouge Coco Stilo. Deze zijn van de Action. Zit misschien of zo. En nog een van Elf. Dit zijn allemaal lipglosses. Ik heb een van Number 7. Weet je wat ik vergeet? Weet je wat ook nog in dat bakje zit? Er zit ook nog een lipgloss in. Van Ariana. Er zit ook nog in dat bakje. Ik heb 2 van die Essence Glossy Lip Balms. Nog meer Essence. Oh, ik heb hier nog een Soft Matte Lip Balm. Die hoort eigenlijk daar. Ik heb er 1 van NYX. Dit is Hema. Nog meer Hema. En ik heb 4 Baby Lips Gloss. Oh, sorry. En hierachter, ik heb hier nog oogschaduwpaletjes die niet meer inpasten. Van Too Faced en Catrice en nog meer. Allemaal rare dingen. Dan heb ik hier allemaal potjes. Oh, er ligt ook nog iets in van de... Ik heb er 3 zelf gemaakt. Heel mooi. Ook al lang geleden. Mijn Labello Lip Butter. En een lipsmacker in een potje van Coca-Cola. En deze Born Lippie van de Body Shop. En dat was het eigenlijk. Oh, hierachter zit nog een body butter. Van de Body Shop. Maar dat was eigenlijk mijn lipladen. Ik denk dat jullie het zo wel goed kunnen zien. Ik heb hier als eerste 2 palettes van W7. W7 in de nude en in de buff. Ik vind het in de nude echt heel mooi. Dan heb ik hiernaast nog een paletje van Poopa. Dat klonk heel raar. Dat klonk echt heel raar bij ons. Sorry. Ja. Met deze kleurtjes. Dan heb ik het W7 in de mood palet. Een sleek palet. Was een limited edition. Volgens mij heet die Goodnight Sweetheart. Zo echt heel mooi. Een Makeup Academy palet. Een Dress Me 2. Dan heb ik hieronder nog een sleek brow kit in zitten. Prachtig. En de Too Faced Chocolate Bar palet. Ook van AliExpress. Maar hij werkt bij ijs best wel goed. Ik vind hem best wel goed in ieder geval. Dus ja, dat was eigenlijk dit. Dan gaan we hierheen. En hier zitten mijn producten die ik dan maar meest hieruit gebruik. Ik gebruik best wel vaak mijn oogschaduwbasis. Dan heb ik een oogschaduw van Essence. Een witte kleur gewoon. Ik heb niet zoveel oogpotloodjes. Maar ik heb 2 oogpotloodjes. Een zwarte en een turquoise. Ik heb ontzettend veel mascara's. Ik heb er trouwens ook nog een eyeliner van de Hema liggen. Die gebruik ik. Nou, gebruik ik niet, maar. Dit is de Benefit Goofproof Brow Pencil. Een mascara van Essence. En 2 mascara's van Maybelline. De waterproof van de normale. En ik heb hier nog een mascara liggen. Van Chanel. Die kreeg ik ook van mijn vrienden. Dat is gewoon een testertje. Maar
Die mocht ik meenemen van haar, omdat ze die niet gebruikt. Kijk. Geweldig. Het zit ook in zo'n tube. Kijk nou. Geweldig. Ik vind het echt leuk. Oké, hierachter kan je niet zo goed zien. Wacht, ik kan even misschien een klein beetje optillen. Ik weet niet of je het dan beter kan zien. Kijk, kijk, kijk. Dat gaat goed. Hier heb ik een palet liggen van L'Oreal. Een nude palet. En dit is een Rodderlash, Benefit Rodderlash mascara. Mascara van Chanel. Die is ook bijna op. Waterproof mascara van Catrice. Een blauwe mascara van Art of Image, volgens mij. Of mensen blauw. Een Pupa mascara. Een mascara van L'Oreal. Nog een mascara van L'Oreal. Nog een mascara van L'Oreal. Wow. En dit is een oogschaduw van Essence. Hier een oogschaduw van de Action. En de Catrice Eyebrow Set. En die heb ik zoveel gebruikt. Echt zoveel. Echt niet normaal. Dat was het eigenlijk. Oh ja, dan heb ik hier nog een nadeel. Hier heb ik nog een mascara van Number 7. Dit is een eyeliner van Chanel. Die kreeg ik ook voor mijn verjaardag. Dit is een mascara, een eyeliner van L'Oreal. Een wenkbrauwpotlood van Rimmel. Eyeliner van Hema met... Oh, sorry, je ziet hem niet eens. Met glitter. Nog een eyeliner. Van Hema in het blauw. En dit is een oogpotlood van Collection. Toch? Ja, Collection. Ik koop je alleen in Londen. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Dat jullie het... Ja, gewoon leuk vonden. Het is serieus, het is nog niet eens 12 uur. Oh, het is 11:45. Maar in ieder geval, 's ochtends hè. Het is 11:45 's ochtends. En het is zo donker buiten, het is zo bewolkt. Het is heel koud buiten. Maar in ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video.